Mia, kunt u ons even in het kort de geschiedenis schetsen van de Gidsenbond van Zoersel? De Gidsenbond van Zoersel is ontstaan in 1989 naar aanleiding van de oude lindeboom eigenlijk die hier op het dorpsplein gekapt werd. Het was Frans van Peer, een rasechte Zoerselaar, die het initiatief nam om enkele mensen bij elkaar te roepen die geïnteresseerd waren in het reilen en zeilen van folklore en historiek van de gemeente. En naar aanleiding van het kappen van die eeuwenoude linde en het besluit in de gemeente om daar een kunstwerk van te maken, is eigenlijk de Gidsenbond actief geworden. Na het overlijden van onze eerste voorzitter Frans is zijn broer dan voorzitter geworden. Nadien is een van onze gidsen voorzitter geworden. En zo werken wij nu voort met een 13-tal gidsen op de gemeente. Ja, en als ik dan nog één iets mag vragen. Eén gebouw, één voorwerp, om het even wat de bezoekers van Zoersel en de Zoerselaren zelf zeker moeten gezien hebben. Waarvoor kiest u dan? En waarom? Ja, er zijn verschillende gebouwen en monumenten die gezien moeten zijn. Daarom niet van de grootsheid lijken we dat in de steden vinden, maar toch die typische campusse kerken bijvoorbeeld die hier staan. Bijvoorbeeld de kerk van Halle, mijn dorp, is een neogotische kerken, vrij groot voor een kleine gemeenschap, die zeer goed onderhouden is en zeer goed gerestaureerd is na het slijtage van de oorlogen. Wel, ik zou zeggen, voor mij is dat een belangrijk punt, de kerk in Halle, te meer omdat daar onlangs een kruisbeeld geplaatst is naar de hand van de kunstenaar die ook de lindenboom gebeeldhouwd heeft. En dat is zeker de moeite, want dat is een uniek stuk, vrij respectabel van grootte, dat zeker eens moet gezien worden. Mark, en wat kunnen de gidsen van Zoersel ons allemaal bieden? Kort samengevat, begeleide wandelingen. Dit kunnen natuurwandelingen zijn. Zoersel heeft voor 100 kilometer wandelpaden. Dat kunnen ook historische wandelingen zijn, waar we enkele historische gebouwen gaan bezoeken, zoals de kerk, de pastorij, Geemhuisje. Het kan ook de kerk van Halle zijn, Sint-Antonius of het nieuwe gemeentehuis. Wij bieden ook aan fietstochten, begeleide fietstochten. Een bustocht is ook mogelijk. En wat vooral belangrijk is, op het einde van het jaar, is het kerstspel op Eindhoven. Dat al dit jaar voor de 20e maal zal plaatsvinden. En dat kerstspel, de geboorte van Christus in het boshuisje, wordt gespeeld door gidsen van Zoersel zelf. En dat is rond kerst, tussen kerstmis en nieuwjaar. Rond kerstdag en voor het nieuwjaar. Maar ik heb ook voor u de vraag. Noem mij, ik weet dat het moeilijk is, maar noem mij één item wat men absoluut moet gezien hebben of bezocht hebben in Zoersel. En waarom? Ik zou zeggen, de historische gotische, laatgotische kerk van Zoerseldorp, Sint-Elisabethkerk. En daarin dan uiteraard het Pecheur-orgel, gebouwd in 1712. En het enigste orgel van Henricus Pecheur in Vlaanderen dat nog bespeelbaar is. Het is dus een uniek instrument, met volledig gerestaureerd volgens de oude teksten die we teruggevonden hebben en terug in de originele staat gerestaureerd. Het is het bezoeken waard. 3 sterren. Frida, wij bevinden ons hier in een aparte vleugel van het Lindenpaviljoen. Misschien een woordje uitleg daarbij? Ja, we staan hier tussen de beelden die vervaardigd zijn uit de takken van de lindenboom. En dat is dus het werk van Mariette Koppes. Dus zij heeft hier het verhaal verteld, feitelijk, van de loteling van Conscience. Je ziet dus wel, het is een andere hand.
een vrouwenhand misschien dan het werk van Paul van Esbroek aan de Lindeboom. Mensen die geïnteresseerd zijn om gidsen te boeken, hoe gaan ze best te werk? Heel eenvoudig. Men neemt contact op via het algemeen nummer van de gemeente. Dus 03-2980-3x0. Dan komt men bij de front officer en die gaat dus al uw gegevens noteren. Dan wordt dat doorgegeven naar de betrokken dienst en die gaat dus de reservatie afhandelen. Ook zorgen voor een gids. De kostprijs €1 per persoon met een minimum van €20 per groep. Maar tijdens het toeristisch seizoen, dus van paasmaandag tot eind september, is het Lindepaviljoen ook open op zon- en feestdagen tussen 1 en 6 uur, 18 uur. En dan is de inkom gratis. Er is ook een gids aanwezig, dus die de nodige uitleg kan bezorgen. Janine, wij bevinden ons hier bij het pronkstuk van het Lindepaviljoen, de fameuze Lindeboom. Kort en krachtig, Janine, ga je gang. Ja. Onze Lindeboom heeft sinds mensenheugenis aan de kerk hier in Zoorsel gestaan. Dat was een pracht van een boom, een kleine bladlinde, met een enorme kruin en een dikke stam. Een pracht van een boom. Tot op een bepaald moment dat een boom eigenlijk opgeleefd was en dat een boom gekapt werd. Dat is niet professioneel gebeurd. De brandweer heeft er de zaag in gezet op een zaterdagmorgen, de 27 april 1974. En Paul van Esbroek en Marius Koppes, twee kunstenaars die een warm hart toedroegen hier in Zoersel, die vonden dat er terug in de stam een klein beetje Zoersels leven moest gekapt worden. En zo is de boomstam bij Paul in het buitenverblijf hier in Zoersel terechtgekomen en heeft er terug het leven van Zoersel ingekapt. We zien hier het bijenmeisje. Dat is het eerste stuk dat af was, de deur eigenlijk van de Lindeboom. Dat heeft een tijd in het gemeentehuis gestaan en pas later is heel de boom hier in het gebouw terechtgekomen. Er zitten een goeie 80 figuren in, prachtige figuren, maar het zijn alleen de grote figuren die een verhaal vertellen. Er zit bijvoorbeeld in de boer en de boerin, omdat Zoersel van oorsprong een landbouwdorp was. De boerin die staat met haar voeten op alles wat de akkers voortbrachten, granen, bieten, rapen. De eerste vrouwelijke burgemeester hier van Zoersel staat er van boven ingekapt. Joke Dries, een vrouwke dat op de drengel woonde, in een heel klein huisje, prachtig gekapt in een boom, staat ook van boven in de linde. Op het hoofd van de juf en de kinderen liggen de zonnebloemen. Dat is het symbool van de jeugd. Aan die zonnebloemen zien we ook heel goed dat Paul van Esbroek het model van de stam zoveel mogelijk heeft trachten te bewaren. We hebben hier ook nog Mie Man. Mie was de bakel en heeft tot haar 80 jaar kinderen hier in Zoersel ter wereld gebracht. Men zei hier in Zoersel, het leven van een Zoerselnaar begint onder de boom en eindigt onder de boom. Men bedoelde ermee, Mie Man ging met de baby onder de boom de kerk in om het te laten dopen. Na de doop gingen ze nog iets drinken in het café aan de boom. En stierven de mensen, dan passeerde de kist nog eens een keer onder de boom. Mie Man was ook altijd gekleed in een zwarte kapmantel. We zien hier ook nog de schooljuf en de kinderen. De schooljuf met een boekentas, de kinderen zonder boekentas. Want vroeger mochten de kinderen wel naar school gaan, maar als ze thuis kwamen, stond er nog werk te wachten. Ze moesten mee helpen op de boerderij. De meisjes moesten strijken of melk gaan halen. Maar werk was er altijd. Toen het paviljoen hier stond of klaar was en de boom was helemaal gekapt, is de boom de deelgemeente gaan groeten. Dan heeft hem een dag in Halle gestaan, een dag in Sint-Antonius. En dan is hem hier met een hoge kraan via de koepel hier neergezet.
De boom was klaar, maar moest nog helemaal afgewerkt worden. En Paul was daarmee bezig. Zijn kleindochter liep hier rond. En een knoest waar dat hij van vond dat hij daar een beetje mis stond, daar heeft hem dan het fotoken van zijn kleindochter ingekapt, het kind dat hier op het moment rondliep. Janine, nog een laatste vraagje. Noem mij voor u één must. Wat moet men absoluut gezien hebben in Soersel? En waarom? Wel, ik zou zeggen het Bethanienhuis. Het Bethanienhuis is uit het straatbeeld van Sint-Antonius eigenlijk niet meer weg te denken. En het is het gemeentebestuur van Soersel dat dat bejaardentehuis omgevormd heeft tot een administratief en cultureel centrum Bethanië dat zijn deuren geopend heeft in 2008. Nu, het oude kloostergebouw en het moederhuis waar dat toch nog veel Soerselnaars geboren zijn, dateert van de Art Deco-periode. En het is Jozef Huig die de plannen getekend heeft. Men heeft tijdens de verbouwingswerken en renovatiewerken geprobeerd om de karaktereigenschappen van het gebouw zoveel mogelijk te bewaren. Zo oogt de voorgevel quasi intact. De binnentuin van het klooster en de kloostergang werden omgebouwd tot de patio. En de nieuwe glasramen, de gekleurde glasramen bovenaan in de patio, zijn eigenlijk een link naar de oude glasramen van de kloostergang. Ook de oorspronkelijke deuren, die vrij laag zijn, maar zo typisch voor Huig, zijn bewaard gebleven. Dan is er nog de kapel, met prachtige glasramen, enorm mooie schilderingen aan muren en plafond, booggewelven, eigenlijk een streling voor het oog. En dat is het stukje dat nu gebruikt wordt als polyvalente ruimte. Dan is er ook nog het domein Bethanië zelf, met verschillende paviljoenen, waar dat ook nog paviljoenen zijn die getekend zijn door Huig. Er staan ook werken van kunstenaars zoals Mouton, Donkers, Keustermans, wat eigenlijk een wandeling over het domein toch wel de moeite maakt. Het is therapeutisch voor de patiënten, maar ook elke bezoeker komt er tot rust.